In het jaar 2000 zaten we voor de vraag, wat gaan we doen? In die tijd was biologisch al een hot item. Gezondheid van het product was heel belangrijk. Steeds meer consumenten wilden een gezond product. En vandaar dat we toen gekozen hebben voor de overschakeling op biologisch telen. In de biologische teelt gebruiken we geen chemische middelen en alleen natuurlijke meststoffen. En daarmee houden we de producten, de planten en de bodem gezond. Wij telen drie producten als hoofdteelt: de trostomaten, de rode paprika en komkommers. Wij willen duurzaam werken op ons bedrijf. En daarom willen we lokaal de kringloop proberen te sluiten. Wij gebruiken al jarenlang biologische geitenmest van biologische geitenboeren hier uit het dorp. En die geitenmest die wordt in onze bodem, door het bodemleven, bijvoorbeeld wormen, omgezet in goede voedingsstoffen voor de plant. En door het lokaal te betrekken de mest, kunnen we onze kringloop sluiten. Wij telen namelijk ook buiten op het land gras en klaver en dat voer gaat weer naar de geitenboer. En het land bemesten we weer met het afval van onze planten. Ik ben zelf imker en daardoor weet ik dat biodiversiteit heel erg belangrijk is. Ik heb de ambitie om het verhaal van biodiversiteit ook uit te dragen naar mijn omgeving, zoals mijn collega's. Biodiversiteit is namelijk ook gewoon heel erg nuttig op je bedrijf. Je kunt er gewoon echt heel veel vooruitgang mee boeken, bijvoorbeeld door het bestrijden van schadelijke insecten. En door samen te gaan werken met andere collega's hopen we dit te bereiken en door het verhaal te vertellen aan de burger. Ik vind dat wij flink innovatief bezig zijn op allerlei terreinen. Een van die innovaties is een project waar ik mee bezig ben met mini-groenten. Gebaseerd op twee maatschappelijke onderwerpen. Aan de ene kant het verspillen, het tegengaan van verspillen van voedsel. En aan de andere kant steeds groter wordende aantal 1- en 2-persoonshuishoudens. Ik heb zaden verzameld van over de hele wereld vandaan, van mini-groenten. Een aantal sla-rassen, maar ook bijvoorbeeld paksoi, knolvenkel, stengelui, bloemkool. Ja, ik kan zo het hele rijtje opnoemen.